Hallo! Zo, mijn stem slaat nu al over bij het eerste woordje. Ja, goeiedag iedereen. Ik zal het gelijk even uitleggen. Ik heb 3 onwijs leuke dagen gehad in Walibi. In Walibi Holland kreeg ik de mogelijkheid, de opportunity om te gaan presenteren als host. En het was waanzinnig. Je hoort het aan mijn stem. Door mijn enthousiasme, door de gezelligheid van het publiek, door de games die we hebben gespeeld, door de vrolijke kinderen, door gewoon de hele sfeer rondom Walibi, het personeel wat leuk was, de hele organisatie. Het was ongelooflijk. Het waren lange dagen en het begon eigenlijk op de vrijdag. Ik was 6:30 wakker geworden. Ik ben ongeveer rond 6:00 vertrokken naar Walibi. En op een gegeven moment kwam ik daar natuurlijk aan. Nou, het was al backstage, allemaal ja, vrij nieuw voor mij. Ik moest via de dienstingang moest ik naar binnen. En nou ja, het ging allemaal goed. Ze wisten van mijn komst, dus dat was prima. En ze lieten mij gelijk zien waar ik naartoe moest. Toen kwam er een soort briefing, dat iedereen wordt een soort van uitleg. Krijgt iedereen een uitleg van, joh, wie staat waar? We hadden natuurlijk een Fortnite stage, je had main stage. Je had allerlei verschillende Logi stand had je van Logitech. Je had verschillende. Laat me even een slokje nemen. Ja, nadat we dus de briefing hadden gehad, gingen we dus naar onze plek. En daar heb ik 3 dagen heb ik doorgebracht. En ja, het was het spelen van Roblox minigames tot aan Minecraft. Het bouwen in Team Park Tycoon 2. Maar ook gewoon een hele toffe Walibi server. We hebben eigenlijk van alles gezien. Ik heb ook nieuwe dingen gezien. Maar vooral de kinderen die gingen spelen was gewoon hartstikke leuk. De ouders hebben het naar hun zin gehad. De kinderen zag ik met mijn blije kopje spelen. Dus echt geconcentreerd. Heel veel geconcentreerd. Er was zelfs een jongetje van 4 jaar oud. En die ramde op zijn toetsenbord positief. Die had gewonnen van 7 tegenstanders. Het is ongelooflijk. We gingen een parcours doen in Roblox. En die jongen, nou, hoe die met zijn vingers bewoog. En het was echt niet normaal. Ik stond echt met open mond te kijken van wauw. Die jongen heeft gewoon echt ongelooflijk talent. En dat op 4-jarige leeftijd. Dat was nog een jongen van 5 jaar oud. Die was ook echt fanatiek aan het gamen. Ik was echt verbaasd. Ik bedoel, op die leeftijd speelde ik nog met Duplo blokken en knikkers. Maar goed, de tijden veranderen natuurlijk, hè. Nou, in principe dag 1 was het zo dat Hessel langskwam om een vlog op te nemen. We hebben de Walibi review geschoten. Eigenlijk beide. Zo geschoten. Ik moet niet te hoog gaan praten, want anders gaat het niet goed. En het ding was een beetje, Hessel die moest dus zijn bestanden overzetten op mijn laptop. Nou, dat was allemaal prima, want hij had zijn eigen camera. Dat ging allemaal goed. Maar ook we gingen heel laat eten. En alles was een beetje laat geworden. Kon ik om, nou ja, wat zal het zijn, rond 10:00 was de video klaar met editen. Ik begon rond 8:30 of zoiets. En anderhalf uur later was ik klaar. En op een gegeven moment moest die video nog gerenderd worden. Maar ik had natuurlijk niet mijn grote dure computer had ik meegenomen. Ik had een laptop bij me. Dus het duurde ook best wel lang, ruim 1,5 uur, voordat die rendering klaar was. Het internet was ook niet zo best. Dus ik moest de video uploaden via een website. En die moest ik dan weer downloaden via mijn mobiel. En via mijn mobiel moest ik hem weer uploaden op YouTube. Nou, ik ging rond 12:30 pas kon ik slapen. Toen heeft hij in de nacht dat nog geüpload. En de volgende dag was het allemaal klaar. Hij stond gewoon lekker online. Althans, om 3:00 ging hij online. Maar ik had een kleine nacht van ongeveer 5 uur slapen. Zaterdag was ook gekkenhuis. Heel veel energie gegeven aan het publiek, aan de mensen. Maar ik kreeg ook heel veel energie terug van bezoekers. En het waren lange dagen. Ik heb ook ruim 15.000 stappen per dag gezet. Ondanks dat je gewoon in een stand bent. Je loopt de hele tijd heen en weer. Van computer naar computer. Ga je weer terug, ga je naar voren. Loop je langs het publiek heen. Ja, en ik heb eigenlijk niet heel veel attracties gedaan. Ik heb 4 achtbanen gedaan in 3 dagen. Dus dat is op zich wel heel netjes. Ja, dat is wel leuk. En ik miste het ook wel een beetje. Ik dacht, ja, ik ben nu in Walibi. Ik wil eigenlijk gewoon achtbanen doen. Maar ik ben hier helemaal niet voor de achtbanen. Ik ben hier om iets te hosten. Ik ben iets om te presenteren. Om gewoon gezelligheid te maken binnen onze stand. Nou, dat is gelukt hopelijk. Ik heb hele leuke positieve verhalen gehoord. En als mensen vragen van hoe doe je dat? Of
Hoe kan je zoiets doen? Gewoon jezelf zijn. Dat is heel belangrijk. Als je gewoon, dan hoef je ook geen moeite te doen. Ik hoef geen moeite te doen. Ik ben gewoon mezelf. En natuurlijk babbel ik dan wel op dat moment meer dan misschien wel. Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Nee, maar ik ben dan natuurlijk iets anders ingesteld dan normaal. Maar in principe ben je gewoon jezelf. Qua humor, maar ook qua sociaal zijn met de mensen. Gezelligheid, kinderen vermaken. En dat was prima. Dat was echt prima. En ik zei al tegen de organisatie, ik wil dit volgend jaar weer. Echt, alsjeblieft, vraag me weer. Ik vind het echt heel leuk. Want ze zei ook van, ja, mochten we volgend jaar weer iets doen, dan weten we je te vinden. Ik zeg, ja, prima. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het echt heel leuk. En ondanks dat ik nu een soort van heel veel moet hoesten en dat ik een beetje verkouden nog ben geworden door de weersomstandigheden, maar ook gewoon, ja, mijn stem is natuurlijk helemaal versleten, dus die moet ik wat rust geven. Was het 100% waard? Natuurlijk is het niet goed voor je stem, maar je moet ook wat inleveren, vind ik. Je moet ook wel iets geven, vind ik. En je krijgt er zoveel voor terug. Het is het echt waard. En dan, ja, nou ja, goed, die stem, die hopelijk fixt dat zichzelf wel natuurlijk. Een hoop water of thee drinken met honing. Van die lekkere keelsnoepjes. Nou, dan moet het wel goed komen natuurlijk. En ja, dag 2, of eigenlijk zaterdag, kwamen er heel veel influencers. Die waren uitgenodigd en die kwamen ook bij mij kijken. Heel verrassend, want heel veel streamers en heel veel Milan Knol kwam nog even langs. En dat vind ik wel leuk, dat vind ik gezellig. Weet je wel, dan ben je toch, ja, je bent helemaal bezig met van alles. En dan in één keer zie je weer bekenden. En dat, ja, dat vind ik altijd heel leuk. Even een babbeltje maken, even gewoon gezellig. Moment. Ja, jullie vragen jullie misschien af van Vincent. Misschien helemaal. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Ik ben natuurlijk bezig met de YouTube-video's. En soms edit ik een video niet. Dan doe ik gewoon in één take, zoals deze, neem ik een video op. Ik heb niet altijd de tijd om te editen. Ik heb ook niet altijd zin om te editen. Maar ik heb heel vaak ook geen tijd. Ik doe natuurlijk ook wel een video editen, logisch. Vooral als ik niet aan mijn woorden kom, dan wil ik nog wel vaak zeggen van, joh, ik ga hem even flink eventjes knippen en plakken. En dat maakt de video ook veel beter, dat weet ik. Maar ik heb natuurlijk naast mijn YouTube en andere dingen, heb ik ook gewoon andere werkzaamheden die ik doe. En ik ben natuurlijk vaak ook wel in het weekend gewoon actief bezig met video content maken. En natuurlijk 5 streams per week. Dus ja, ik ga ook nog elke om de 2 weken doe ik ook repeteren met de band. Dus ik ben ook, ja, ik heb ook andere dingetjes natuurlijk. En het is soms lastig, vind ik persoonlijk, om dan... Ik ben eigenlijk altijd bezig. En ik ben dan ook 3 dagen ben ik als host bij Walibi. Nou, ik ben natuurlijk helemaal niet thuis geweest. Maar ik loop wel weer heel erg achter met de video's. En natuurlijk, ik ben al van 7 video's naar 5 video's per week gegaan. Maar ga niet gek opkijken als de komende tijd er een aantal video's minder zijn dan normaal. Dat heeft gewoon te maken met mijn stem, de tijd en noem maar op. Heel veel kinderen vroegen ook tijdens Walibi, Vincent, wanneer kunnen wij weer een nieuw Planet Coaster project verwachten? Wanneer ga je weer aan de slag met bouwen? Nou, ik ben natuurlijk al maanden geleden begonnen met het bouwen van een park. Ik heb al een hele video klaar met editing. Ik heb zelfs een 2e video al bijna klaar. Maar als ik begin met die serie, moet dat natuurlijk regelmatig voorbij komen. Dus ik heb eigenlijk een soort van weer die verplichting om weer te bouwen aan een pretpark. Dat vind ik op zich geen ramp, maar die verplichting, dat voelt dan weer niet lekker. Dat voelt niet heel vrij. Maar toch gaan we, ja, ik moet binnenkort gewoon maar starten met een wat kleiner project. Je zult dus niet, nogmaals, je zult niet elke week een update zien. Maar wanneer ik zin heb om te bouwen, ga ik verder aan mijn park. En het is een bijzonder thema, een heel leuk thema, wel een uitdagend thema. En ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen. En als ik misschien maar 5 of 10 afleveringen kan maken, dan is dat zo. Dan is dat zo. We gaan het zien, we gaan het zien. En ik hoop natuurlijk nog elke dag dat er een aankondiging komt. Planet Coaster 2. En dan ben ik helemaal, ja, dan kunnen we daarop focussen. Dan gaan we gewoon een nieuw spel, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En misschien ook weer een nieuw park bouwen. Dus ja, dat komt helemaal goed. Dus ja, wat mij betreft nogmaals een geslaagd weekend. Ik heb genoten en ik hoop als jij erbij was bij Walibi Play dat je ook hebt genoten. En ja, wat ik al zei, de organisatie, het was fantastisch. De mensen waren lief, waren heel spontaan en heel gezellig. En we hebben met elkaar geluncht en
Nou ja, lunchen was heel onregelmatig. Even een kroket naar binnen en gaan. Maar in de avond gingen we lekker gezellig lekker uit eten. En we hebben ook spaghetti gegeten in het huisje. Dus het is gewoon gezellig. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zou heel graag nog wel vaker dit soort klussen willen doen. Want ja, het is wel echt heel leuk. Het is echt heel anders dan YouTube. Maar ook niet, ja, het is meer livestreaming, maar dan in real time, real life. Ja, het is echt wel iets magisch of zo. Hey, lieve mensen, dit was de video, een verslag. En ook natuurlijk mijn stem. Want die is gewoon na 21 uur lullen, is die gewoon een beetje op. En nou, ik ga mijn stem wat rust geven. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje. Ik ga het gewoon zo praten. Laat er vooral een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd? Klik dan natuurlijk op abonneren. Zo, dat kwam er nog redelijk uit. Hey, tot de volgende keer. En ik zie je misschien wel binnenkort tijdens Toverland. Want Toverland krijgt ook een evenement. Toverland versus of X YouTubers. Of YouTubers X Toverland. En dat evenement ben ik aanwezig. En kan je met mij op de foto. Dus hou dat in de gaten. Doeg. Zo. Doeg.